Directeur Ger Maus nam donderdag met een feestelijk programma afscheid van de Petrus Bandenschool in Venray. Maus en zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werden in een prachtige oldtimer aan huis opgehaald, waarbij de honderden kinderen op de toegangsweg naar de Venrayse basisschool een lange erehaag vormden. Maus genoot van een aaneenschakeling aan verrassingen. Ja, het was fantastisch. Ik werd 's morgens vroeg al. Kwamen mijn kleinkinderen bij ons eigenlijk allemaal op bezoek. Dat was natuurlijk ook wel bijzonder. En daarna wat een hele mooie Oldsmobiel waarmee ik in feite naar de school werd gebracht. En de kleinkinderen die gingen in een soort open auto naar de school. Heel veel kinderen die langs de weg mij welkom aan het heten waren. Dat was een fantastisch begin van de dag. Absoluut. De 65-jarige Maus kijkt met genoegen terug op een lange carrière in het onderwijs. Ik heb een fantastisch begin gemaakt bij de Foekenpot. Daar is mijn carrière begonnen. Ik ben daarna directeur geworden in Oostrum, waar ik fantastisch gewerkt heb met de mensen daar. En een mooi slotakkoord is eigenlijk wel de 13 jaar dat ik hier op de Petrus Bandenschool heb gewerkt. Met fijne ouders, fijne collega's waarmee gewerkt wordt en heel veel dingen met elkaar ontwikkeld hebben. Als directeur van de Petrus Bandenschool kijkt Maus terug op een mooie tijd op een bijzondere school. Vooral van de samenhorigheid. Mensen hebben echt de leerkrachten van de school, iedereen die bij het onderwijs betrokken is, die zet zich volledig in. We hebben veel met elkaar ontwikkeld. Contacten met de ouders zijn heel erg goed. We hebben volop medewerking in feite ook van de ouders om behalve te leren ook te vieren. Vind ik ook belangrijk op een school. Dus wat dat betreft is dat een fantastische 13 jaar geweest hier. Op school kregen de leerlingen 's morgens diverse workshops met zang, dans en muziek om in het begin van de middag hun afscheidnemende directeur te trakteren op een mooie voorstelling. De regie was deze keer niet in handen van de directeur. Normaal gesproken zit je als directeur zelf aan de knoppen en nu moet ik me helemaal overgeven eigenlijk aan degene die dit georganiseerd hebben en mij vanmorgen al met een aantal dingen verrast hebben en de dag is pas net begonnen. En daar moet ik me helemaal aan overgeven van dat het voor mij geregeld wordt en dat ik dat allemaal zelf niet regel. En dat is even wennen, maar het is eigenlijk ook wel heerlijk ontspannen om op die manier afscheid te nemen. Maar wat gaat een directeur die afscheid neemt doen met zoveel vrije tijd? Die vraag is mij heel vaak gesteld en ik heb zoiets gezegd van ik laat het gewoon op me afkomen. Ik heb wel wat kleine ideetjes en plannetjes, maar ik ga eerst gewoon even lekker genieten van de vakantie. En daarna de dingen op me af laten komen. Mijn kinderen hebben al een paar leuke kluslijstjes voor me klaar liggen, dus daar ga ik ook vol enthousiast mee aan de gang. En lekker uitstapjes maken, eens een keer lekker op het terras gaan zitten hier in Venray, want Venray is wat dat betreft een prachtig dorp om eens lekker op een terrasje van het mooie weer en van de vrije tijd te genieten.